back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this 2-2 crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So put your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo, you bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I think I can fly. I'm on 6, 7, 8 cloud. Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Nou jongens, waar zijn wij? Ik weet niet wat daar voor een of andere party, een of andere houseparty aan de gang naar zo. Ja, zo van ik weet niet wat het is. Ja, maar wel. We zijn in Hellevoetsluis. Dat dan weer wel. In Hellevoetsluis zijn wij. En wij waren een tijdje terug zijn wij naar Hoek van Holland geweest. Ja, klopt. Daar heb je allemaal bunkers. En hier in Hellevoetsluis heb je ook bunkers. Ja, daar heb ik bunkers. En daar wou ik even naartoe. Oh, het is een cafeetje, joh. Ja, cool, ja. Met live muziek. Ja, ik denk, wat is dat, joh? Ik denk, hebben ze een of andere party of zo? Gezelligheid altijd goed. Hebben ze me weer niet uitgenodigd? Nee, ja, moet ik nou weer boos worden? Hebben ze me weer niet uitgenodigd? Ja, heb je dat? Nou, ja, kijk, hier heb je ook allemaal van die bunkers allemaal, jongens. Ja. En dan gaan we eens even een kijkje nemen. Even kijken of dat we iets kunnen vinden ergens. Kijken of dat we wat leuks kunnen zien onderweg. Ja, 11 september in de opera. Kijk, hier heb je ook zo'n bunker. Dat was ook... Oh fuck, die staat gewoon open, man. Zo. Heel. Wauw. Nou, ik ben benieuwd wat daar binnen te zien is. Zo, wat is daar binnen te zien? Ik ga het... Heel. Kijk dit. Zo'n fuck. Het is helemaal donker hier, gek. Zo, dan oké. Kijk dit. Zo, dat hiering. Het is inderdaad ook... Als ik nou zo even ben geschikt. Ja, dat wou ik net ook doen met mijn... ik ga even mijn mobiel pakken, maar mijn mobiel heb ik voor mij in de auto laten leggen. Dat is ook zo, dit is erbij. En dan zo. Ja, ik heb mijn mobiel in de auto laten leggen. Oh, dat is nog niet zo groot. Oh nee, dat wil hij valt nog reuze mee. Ja, dat is een vreemde... Zie je? Geen opnieuw niks verder, oké. Okay. Ja, een of andere bunker. Een of andere bunker. Het spookt hier ook, kijk maar. Ja, dat is een spinnengoggel. Zie je? Allemaal lekker spinnengoggeltjes. Allemaal spinnengoggeltjes allemaal. Lekker mijn dag. Het is maar een kleintje dit hoor. Ja, dus dat kleine... Het is echt niet groot. Dat is niet gek, maar... Het is niet groot hier hoor, hè. Nou. Nou, de eerste bunker zijn we in geweest. Wel hartstikke leuk. Ik was nog nooit eigenlijk in zo'n bunker geweest eigenlijk. Dat vond ik wel grappig. Om dat een keer te filmen en een keertje gewoon een keer te kijken. Nou, dan gaan we eens even kijken of we nog verder nog wat tegenkomen. Want het schijnt hier vol te staan met allemaal bunkers en zo, maar... Ik weet niet waar de volgende bunkers staan. Oh, hier staat trouwens een bord, een informatiebord. Hier staat trouwens een informatiebord. Lucht... Alweer in de vesting Hellevoetsluis 4045. Een mooie actie. Okay. Sommige mensen zijn erin blijven hangen. Ja, hier heb je een trap omhoog. Oh, het hier rechtdoor kan je niet. Dus je moet zo lopen. Kijk, en heb je hier. Oh, kijk nou, joh. Kijk. Dat is ook wel eens zo donker stukje. Oh, nou, dat, ja, hier kon je dan een beetje wegduiken, zeg maar. Oh, ja. Zie je, kijk. Hier kon je wegduiken. Allemaal van die kleine dingetjes allemaal. Hier ook, hier kon je ook wegduiken, kijk. Oeh! Ah, ah. Zo, dan ga ik er met mijn mel in de spinnenrog. Ja, dat is wel leuk. Kijk, nu konden ze hier ook, konden ze zeg maar schieten. Tegen de vijand, Duitsers. Nee. Het is wel grappig. Wel ontzettend grappig gelijk om dit een keer te zien. Ja, dat is een keer weer wat anders, hè. Hoppa. Hier heb je hetzelfde als wat je er net daar had. Zie je ook zo'n soort ding waar je weg kan duiken? Kijk in de grond.
En dan hier nog een of ander ijzige ding is, weet ik veel wat het is. Zie je? Had je daar ook bunkers? Gaan we daar ook even kijken. Ik vind het allemaal wel grappig. Het is wel grappig. Oh jee, zie je ook nog. Kijk. 1697 Oost. Weer met Mennik. Een of andere monumentbord. Kan je daar nog rechtdoor lopen dan? Oh, hier kan je rechtdoor lopen. Kijk, hier kun je gewoon rechtdoor lopen. Je komt het brugje af, zeg maar. Dan kan je hier zo, zeg maar, zo kan je die kant op lopen. Dus dat gaan we even doen. We gaan even kijken. Even kijken waar je een beetje terugkomt. Hoppa! Want dit was maar eigenlijk één klein, heel klein bunkertje. En een paar van die stukjes waar je zeg maar ja, weg kon duiken. En waar je dan zeg maar kon schieten vanaf een ding. Dus. Nou, gaan we eens even verder kijken wat het allemaal is. Hier, rechtdoor heb je allemaal cafeetjes allemaal. De echte vesting van Hellevoetsluis. Ik weet niet. Dat moet ik zo maar even zien. Want als daar heb je ook, daar heb je dat ook. Of zo, op de een of andere manier. Ik weet het er heel erg niet van waar zitten, maar ik dacht dat er ergens in die omgeving ergens wel iets van. Ja, dus nou, we gaan eens even kijken. Laten we gewoon eens even een kijk gaan nemen in de wonderenwereld van de bunkers. Dat is wel leuk. Kijk, daar staat voor me ook. Wat is dat dan? En daar staat ook zoiets. Daar zo. Met die mast er bovenop. Zie je, dat is ook een of andere iets. Het is geen boot. Hier is ook een of andere bunker dinges of zo, weet ik veel wat. Dus, we gaan hier rechtdoor. Hier hebben we allemaal cafés, gezellig allemaal. Allemaal hartstikke gezellig op het terrasje allemaal. Live muziekje, gezellig. Maar wij gaan die kant op. Dan gaan we aan die kant gaan we eens even verder kijken wat. Ik zou zo maar kunnen zijn. Opdat we nog verder nog iets kunnen zien. Voor dezelfde geld kan dat even dat ik het. Oh, dit is barbiertje, joh. Oh, ja, barbiertje. Dat wist ik helemaal niet, joh. Oh, dat zit hier al. Oh. Hier is het barbiertje. Oh, ja, barbiertje. Heel veel over gehoord. Ja, dat is ook dat niet. Ja, dat is heel veel. Ja, dat is hier ook. Oh. Nou, het is wel gezellig met allemaal live muziek en zo. Ja, dat was wel leuk. Het is wel echt ontzettend gezellig. Ja, dat is wel dat niet. Maar daar komen wij niet voor. Wij komen voor de bunkers. Ja, precies. Dat dan wel. Dus we gaan even op bunkertocht door Hellevoetsluis vandaag. Op bunkerjacht. Op bunkerjacht. Ja, het is op bunkerjacht gaan we. Ja, precies. Ja. En Ramon is er natuurlijk ook bij me. Ja, even lekker een stukje lopen er naartoe. Even zo maar zitten. Dus, nou. Daar komt weer goed. Kijk nou, hier hebben we nog een van de achterpaardje zo. Beetje huisjes. Ik kan me wel ergens van herinneren dat er wel een keertje een moment was dat ik toen een keertje met Bram en Vincent en Tessa toen hier was. En toen waren we ook eens een keertje dat we bij de bunker stonden. En dat was dan eigenlijk ook vlakbij water ook in de buurt. Maar dan was het wel. Ja, daar heb je water. Maar het was wel iets vandaan dan, maar het was wel in de buurt ervan, zomaar zeg maar. Oké, okay. Nou ja, we gaan het wel zien. Ja. Ik ben reuze benieuwd. Ja, dus of je nou even kijken. Maar ik heb er ook wel eens, maar voor mij, ik ben ook wel een keertje ben ik daar geweest. Ja, dat is even. Maar voor mij is het echt nog langer geleden. Voor mij is het al echt al, dat was jaren 90. Oh, ja. Dus het is al 20 jaar geleden of zo dat ik voor het laatst geweest ben. Dat is inderdaad heel wat jaar terug. Ja, voor mij is het echt 20 jaar geleden of zo. En toen zijn we ook langs die bunkers zijn we toe gelopen. Oh, ja, dat is ook al. En ja, was wel leuk. Ja, dat is ook inderdaad wel niet. Maar toen sliepen er ook allemaal lugubere gasten, zwervers, junks. Sliepen er toen allemaal in. Ja, zo maak je van alles mee. Dat was al wat minder. Ja, zo maak je van alles mee, hè, zullen we zeggen. Ja, zo maak je van alles wat mee, hè. Ja, dat is ook even niet. Dus, nou, kijk eens even, jongens. Wat een mooie locatie hier. Een vuurtorentje. Een restaurantje daar zo. Zullen er nog meer van die bunkers zijn? Dat zou ik niet weten. We hebben er in ieder geval één gevonden. Maar waar de andere bunkers allemaal zijn, waar zijn de andere bunkers gebleven? Ja, ik denk dat er meer bunkers zijn. Zeker dit. Ik heb een aanval nog meer gekregen. Zeker dit.
zelf een sluis. We hebben maar voor me gewerkt. Een vuurtoren. Kijk, en hier heb je ook weer allemaal van die. Oh, kijk daar. Volgens mij is het daar zo. Ja, daar zo is het. Ik denk dat het hier rechtdoor is. Dat je ook nog het een en ander hebt. In deze richting is er wat voor. Ja. Zit hij weer hoor, met zijn cola. Met zijn cola vernieuwen hier, godverdamme. Ah. Zo smerig, man. Dat is gewoon cola fysiek. Vernieuw je cola, dat is gewoon cola fysiek. Cola hoort gewoon cola te wezen, niet een of ander raar smaak. Dat is een of ander raar iets of zo, weet je wel. Dat is cola moet gewoon puur cola zijn en niet cola met een smaakje paar. Dat is echt goor. Dat is eigenlijk een beetje van de winkel is. Ja, die gaat natuurlijk. die soort... Weet je wat trouwens wel heel lekker is? Dat hebben wij in Oostenrijk dronken, dat vroeger dronken ze toch altijd. Ik ben één keer in Oostenrijk op vakantie geweest. En dat dronken we Spezie. Spezie. Oh, Spezie, oké. Okay. En dat is cola met sinaas. Ook dat, dat is echt lekker. Oh ja, zoiets kan je ook zelf ook inderdaad. Ja, kan je gewoon mixen. Gewoon met cola. Halve cola, halve sinaas. Dan heb je twee soorten door elkaar in. We moeten wel weer heel die brug over. Dus ik had eigenlijk beter de auto kunnen pakken. Ja. En hem gewoon wat dichterbij zetten. Want potverdorie, moet weer heel eind lopen. Ik heb er geen zin in. Ja, dit was ook niet echt even. Dit was niet echt de bedoeling. Het was ook niet, was niet de bedoeling om. Dat ik potverdorie 300 meter. 300 kilometer moest lopen. Nee, maar dit was ook niet echt. Geweten dat zo'n afstandje was. Dat... Jongen. Dus afstandje was niet echt te weten dat zo'n afstandje was eigenlijk. Ja, het is even maar hoe het loopt. Nou, hier heb je ook weer zo'n gebouw. Mm-hmm. Voor mij is dat het gebouw. Ja. Je hebt hier toch ook nog een gebouw. Toen een paar jaar geleden heb toen hier een gebouw in de fik gestaan. Heel erg. Dat was een hele grote brand. Voor mij was dat hier ook. Dan hebben ze of. Hebben ze alles gewoon gesloopt en alles nieuw gemaakt? Of de voorgevel hebben ze bewaard? Dat zou best kunnen. Behouden. Dat zou kunnen. Maar dat weet ik niet zeker. Ik weet het zo. Maar dat was ook hier, was dat. Voor mij was dat dit gebouw, was dat volgens mij. Dat was toen echt een enorme brand geweest. Toen. Dat was toen echt een flinke fik. Dus en vandaar. Nou, we lopen in ieder geval in de vesting. Lopen we. Water en wind. En we moeten helemaal omlopen. We moeten dus de hele brug over. Ja. En dan moeten we daarheen dadelijk. Mm-hmm. Ja, kijk, weer helemaal. Kijk, dat hele stuk weer lopen. Dan moet ik dat hele kleren stuk weer teruglopen. Ja, ik kan niet meer. Nee, ik kan niet meer. Ik kan niet meer en ik wil niet meer. Jongen. Zoals ze ermee zelf niet helemaal. Dit was inderdaad. Het is nog echt ouderwet, zo hè. Dit was inderdaad niet te weten van te worden dat zo'n afstandje was. Maar oké, dat is. Nee. Kan gebeuren. Kan gebeuren, hè. Het komt ergens op zo'n goede kant. Kijk. Dames. Vuurtoren Watersport. Dames en heren, kapsalon, ja. Ja. Kapsalon. Dat zijn niet echt belangrijk. Maar het is wel leuk. Om dit een keertje even te filmen. Ja, dit zijn wel wat plekjes, grote water dingen. En als je zo doorgaat, dan plug ik je hier in het lel. Zo, nou we zijn bijna bij de brug. Ja, dat is inderdaad niet verkeerd. En Bella Vesting, dat is een snackbar. Wie ziet nou de snackbar? Ja, en jij Nou, daar gaan we weer, hoor. Dat is mooi, hè? Hier heb je nog een tattoowinkel, Ramon. Kun je wel even een tatoeagetje laten zetten? Ja, dat wel, ja. Gezellig, even een tatoeagetje laten zetten. Ooit komt er een ergens ooit, maar... Ja, ga je toch weer erin zetten? Ja, heel misschien wel. Oh, hier kunnen we daar terug doorheen lopen, dadelijk. Als een tussendoorwegje. Dan moet je dat hele stuk weer helemaal omlopen. Echt zo, geen zin in. Nou, hier gaan we over die grappige brug heen. Is wel goed. Ik hoop niet dat de brug dadelijk open is. Nou, dit is echt het oude Hellevoetsluis eigenlijk. Die wijken wat je daar allemaal hebt, dat was het toen allemaal nog niet. Toen was alleen dit was Hellevoetsluis. Ja, oké, dat klopt.
Het is wel een beetje anders. Want hier hebben die Roos tweewielers, die zitten al heel lang die winkel. Die fietsenwinkel, die zit al fucking lang al. Kim Kroot. Ja, hier zit nog een havenmeester dingetje. Oh, heb je ook nog toiletten, joh. Krijg nou wat. Nog toiletten hebben we hier ook. Ook al niet gek, maar toch. Oh, moet even snel doorlopen, anders word ik overreden door een auto. Zo. Zo. Ook weer goed. Nou. Even checken, hoor. Het is allemaal wat, hè. Ja, het is allemaal niet. Nou, we gaan even naar de bunkers lopen en dan spreken we jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, nou we zijn bij de eerste bunkers, zijn we niet gezien. Hier zijn er een stuk meer, dan verderop was er maar eentje. En hier zijn er gewoon echt, zo zit hij gewoon helemaal vol, joh. En een aantal doen. Ja, zitten er een heleboel naast elkaar allemaal. Dus we gaan eens even een kijkje nemen. En we gaan eens even kijken, jongens, wat het allemaal is. We gaan gewoon bij de eerste beginnen. Kunnen we gewoon bij de eerste gaan beginnen en dan gaan we gewoon even kijken, hè, wat het allemaal wordt. Dus ik ben reuze benieuwd. Die een... Er zijn nog meer gasten, er zijn nog meer mensen hier actief, maar ik ben reuze benieuwd. We gaan eens even kijken wat we allemaal tegenkomen. Ja, dat het een beetje te doen is. En dan komt het allemaal wel goed, hè? Kijk, zie je, er zitten allemaal deuren voor ook. Dat zal ik zo laten zien. Er zitten allemaal deuren voor allemaal. Vroeger stonden ze nog wel eens open. Ik heb hem wel eens een keertje meegemaakt of we er langs liepen. Terwijl er gewoon mensen binnen waren in die gebouwen. Ja, ik denk niet dat de gemeente Hellevoetsluis dat echt graag wil. Ze hebben gewoon alles afgesloten. Dit is de eerste. Nou, dan gaan we eens even kijken. Ik zie allemaal van die deuren zitten er allemaal voor. Hop. Jij, kleine spoortocht. Zo. Hallo. Hoor eens, hij. Helemaal hol. Maar dit zijn ze. De bunkers, jongens. De bunkers. Daar haai ze, hoor. Daar haai ze toevallig. Daar haai hem toevallig. Daar haai hem toevallig. Die heet toch wel weer zo. Beter zo. Ja, hè. Kijk dit nou. Oh, dat is dicht. Dat is dicht. Volgens mij is dit vroeger open geweest, hoor. Dat hebben ze gewoon dichtgestort. Ja, hier heb ik zo'n gangetje. Maar in Hoef-Holland hadden ze hem echt gewoon met hek afgezet. En hier hebben ze gewoon echt netjes deurtjes erin gemaakt. Even kijken of dat ik... Ga ik even heel gevaarlijk doen. Hoppa, hop. Hop, 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 hop. Hoppa. Kijk. Hier hebben ze gewoon echt netjes allemaal hekjes eromheen gedaan. Ja, dat wel. Of ik bedoel netjes deurtjes gemaakt, weet je wel, met scharniertjes erin. In Hoek van Holland waren het echt gewoon hekken wat gewoon eigenlijk afgezet was. En dit hebben ze nog wel netjes gedaan. Daar kun je dan naar binnen toe, hè. Dus zelfs nog gestut, er staat er nog zo'n stutpaal. Dan kun je zo op puur zetten. Ja. Oké, dan kan je ook naar binnen. Dus dat is wel grappig. Nou, hier waren we al geweest daarboven, hè.
Maar hier waren we al boven geweest. En hier ook allemaal weer van die... Nou, dat is wel stijl hoor, hey. Ik denk wel dat het een beetje erg stijl is. Zie je hier ook weer zo'n deur? Ze hebben het gewoon echt netjes met deuren hebben ze. Dat was in de Hoek van Holland, was dat echt anders. Ja. Kijk eens hier. Ze zijn echt helemaal. Even kijken voor de verandering. Dit hebben ze gewoon allemaal echt afgesloten. Allemaal echt met deuren helemaal sloten erin. Niemand in kan. Want het is in het, echt, dat is in het. Vroeger is dat echt wel anders geweest. Dan kom je er gewoon in. Dan kan je echt zien dat je dat een hoop dingen. Dat ze dat toch wel veranderd hebben. Hier zelfs een ijzer trapje naar beneden. Zie je? Grappig. Hier ook allemaal van die deuren allemaal. Hier kun je goed een stoppetje spelen hoor. Ja, dat is niet echt meer. Als je vroeger was. Ja. Dat heb je niet verkeerd gedaan. Nee, ja. Helemaal toppie. Zie je, alles is gewoon echt helemaal afgesloten. Kijk nou eens. Kijk zo'n kanon. Ja, zo'n kanon. Kogel. Ding is grappig. Kijk. Ja, schoten ze hier op de vijand. Schoten ze hier op de vijand. Ze staan daar een poot lag in het water. Vanaf hier konden ze dat dan schieten. Er staan nog borden daar zo. Kijk, er staan hier nog borden. Nou, er staan niet echt... Ja, deze dingen die konden vroeger zelfs op zee. Nou, er staan niet echt bijzondere dingen of zo staan erop. Dus... Ja, dat kon je helemaal draaien, dit. Zie je? Zo'n plateau, hè? Je kon hier gewoon overheen draaien en dan kon je richten. Ja. Nou, gaan we eens even verder kijken, hè. Het is echt... Hier hebben ze echt een hele hoop. Ja, in Hoek van Holland hebben ze te veel. Maar hier in Hellevoet hebben ze er ook best wel aardig wat bunkers. Dat is niet gek, maar dat is. Even kijken, zeg maar zo. Halleluja. Kijk, hier heb je ook weer zo'n. Deur, ook weer zo'n deur. Gewoon echt helemaal. Hebben ze wel niks gedaan hoor. In Hoek van Holland stond het bijvoorbeeld. Ja, ja. In Hellevoet Sluis wou ik zeggen. In Hoek van Holland waren er een paar. Die waren gewoon open. Daar kon je gewoon in. Kijk, hier hebben we weer zo'n ijzeren. Twee van die ijzeren trappetjes naar boven. Dus dat is ook wel erg grappig. Hier heb je ook weer zo'n. Naar beneden. Zeker ook weer een hek. Nee, hé, hey, ik kan je onderdoor lopen. Eens even kijken. Gaan we zo even kijken wat hieronder zit. Het is een beetje glad hier ook. Voor mij kan je hier onderdoor lopen of niet? Zo te zien zie ik hier zo twee
Zwarte dichte deur. Oh, hier zit, daar zit ook deuren onder. Ja. Er zitten ook gewoon deuren. Kijk, hier ook. Helaas, dus dat hoeven we nou niet echt, hoeven niet helemaal voor naar beneden te gaan. Ja, maar voor dichte deuren, dat is ook weer wat, hè. Hier heb je ook nog allemaal van die heuvels in. Het zijn gewoon allemaal, van die bunkers zijn dat. Ja, zie je volgens mij merendeels. Dus het is wel, het is wel leuk om een keer te zien. Ik heb het eigenlijk nog nooit eigenlijk uitgebreid op film gezet. Ook niet in de vlog. En ook niet gewoon voor, in de periode voordat ik vlogde. Het is eigenlijk ook nooit gefilmd. Maar het is eigenlijk best wel leuk om dit eens even op de beeld, op beeld te hebben. Dat is wel helemaal leuk als je dat kan meepakken. Ja. Een of ander raar ding in de midden. Het lijkt wel eens een barbecue, een grote barbecue, weet je wel. Dat je kan barbecuen. Hier ook best een grote heuvel. Ja. Of er nog wat meer tussen zit, hoop ik. Maar een goede. En dit wordt ook steeds hoger, zeg. Jeetje, moet kijken. Een heuvel. Aardig heuvel omhoog, hoor. Hey. Zo. Als je daar af moet lopen. Goeiedag, zeg. Zo. Er is wel weer iets te zien, dat is mooi. Er is weer iets te zien. Dat is weer beter. Bam, bam. Nou, dat is toch wel leuk, hè? Ja, dus het is inderdaad wel leuk om toch een beetje bunkers tegen te komen waar wat anders is. Of tussen dat je gewoon kan zien hoe het vroeger was eigenlijk. Ja. Dat is wel weer even iets bijzonders. Deze zal ook wel weer dicht zijn, denk ik. Ja. Echt allemaal met deuren. Vroeger waren er echt een paar waren er open, maar ze hebben alles gewoon. Ze hebben gewoon alles hebben ze gewoon dicht gemaakt. Zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren of rare incidenten of. Drugs gebruiken. Dat ze het gebruiken als drugshol. Ja, dat hebben gewoon echt alles hebben ze gewoon helemaal afgesloten. Dus ja, hier valt niet echt naar binnen te gaan of zo. Voor de mensen die denken van nou, we gaan hier eens heen om te kijken of we ergens een bunker binnen kunnen komen. Nou, die komen bedrogen uit. Ja, precies. Ja. Want het is hier gewoon allemaal afgesloten. Dat zal weer wel, dan zal ik zeggen. Hier nog. Ja, dan zeg ik maar. Ik ben ja, kijk eens. Mooie bergjes. Ja. Mooi eventjes. Ik heb het wel weer gezien hoor. Ja, we hebben het wel weer gezien. Volgens mij is hier een beetje het einde in. Dit is het einde. Verder is er niet veel meer. Nee, dat is wel dit meer. De bunkers van Hellevoetsluis, dat wou ik jullie eigenlijk even laten zien. Leek me wel leuk, dus wat dat betreft heb ik dat tenminste ook leuk op film gezet. We gaan weer terug en dan gaan we weer terug naar de auto. Maar ze hebben echt alles afgesloten. Vroeger kon je echt nog in een paar dingen kon je gewoon inkomen. En nu is gewoon echt alles gewoon dicht. Alles dicht met deuren gemaakt. Om gewoon mensen die kwaad in de zin hebben om die tegen te houden. Kijk, daar is ook weer zo'n deur. Hebben ze ook weer zo'n deur hebben ze weer dichtgemaakt. Dus er is heel weinig meer. Kijk, hier is die deur. Zie je? Daar hebben ze ook weer gewoon echt alles hebben ze netjes afgezicht. En wat ik al zei in Hoek Voorland. Hebben ze het met hekken gedaan. Daardoor zijn ook een paar hekken open. In Hoek van Holland kan je wel bij een paar bunkers naar binnen gaan. Ja, hier is gewoon echt alles hermetisch afgesloten. Maar het was wel even leuk om gezien te hebben. Ik was hier al een hele tijd niet meer geweest. Ja, dus ik had zoiets van, joh, we zetten dit even op de film. Ja, precies, en we maken er een leuke vlog van. En dan is het dus dat is wel ontzettend leuk. Dus, zo kom je weer mooie dingen tegen. Dat is ook, ja, toch? Dat is volgens mij kunnen we beter hier rechtdoor lopen. Lopen hier een klein paardje door. In ieder geval, dit was de vlog voor vandaag, jongens. Ik zou zeggen, Ramon, bedankt voor de twee vlogs. Het waren weer leuke vlogs, waren het weer. Ja, dat is weer. Was weer super. Het was helemaal op een top, zal ik maar zeggen. Het was helemaal super. Ja, toch? Even hier zo'n goede zak, zeg maar zo. Precies. Ja, dat scheelt weer. Nou, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in.
Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op It's Ultrax. Dat zeker. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. Dat zeker. En dan bedank ik jullie allemaal voor het kijken. En ik kan alleen nog maar zeggen, de groetjes. En tot de volgende vlog. En een fijne dag verder van Ramonski natuurlijk. Want Ramonski die hoort natuurlijk ook weer bij. Ramonski. Ja, dat is mooi, ja. Ramonski. Ja, dat is helemaal goed. Ja, nou ja, in ieder geval bedankt Ramon. Het waren weer leuke vlogjes. Ja, toen hebben we toch weer twee leuke vlogs hebben opgenomen. Dat was weer helemaal super op het top, zou ik zeggen. Nou, deze is opgenomen op een zondag. En dat is precies te zijn vorige week zondag. Dus... jullie hebben bijna elke dag twee weken lang kunnen genieten van een nieuwe vlog op mijn kanaal. Ja, precies, dat wel inderdaad. Dus ik heb er in ieder geval alles aan gedaan. Ik ga nu weer wat minder vloggen, denk ik. Ja, nu gaat het gewoon leven weer beginnen. Moet gewoon weer werken en zo. En dan heb je minder tijd om te vloggen. Maar er komen nog hele leuke vlogs aan. Jullie weten het, buitenland, pretpark. En we gaan nog naar de Efteling. Gaan we over twee weken. Twee weken is het toch? Nou, dit denk ik ongeveer zo. Ja, ongeveer twee weken. Dan gaan we naar de Efteling. Ja, dus daar kom ik zeker weten ook wel weer een vlog van. Ja. Samen met Kevin. Nou, en wij gaan weer het borrelende bruisen. We gaan nog even een biertje halen. En dan spreken we jullie allemaal wel weer. Jongens, allemaal de groetjes. En ik zou zeggen, bye. Yo!